Mike Foppe in actie op zijn thuisbaan in Nijmegen. Hij liep gisteren al bijna de limiet voor het WK op de 5000 meter. De switch naar die afstand bevalt hem goed. Ik heb afgelopen jaar op de 1500 gefocust. En eigenlijk met mijn coach besloten om dit jaar echt voor de 5 te gaan. En ook met oog op de Olympische Spelen van volgend jaar willen we dit jaar al een beetje die switch maken. Dus ja, de 5 wordt wel mijn hoofdafstand zo langzamerhand. Via een rankingsysteem probeert hij zich ook te plaatsen voor de Olympische Spelen volgend jaar in Tokio. En dat komt dan eigenlijk al vroeger dan gepland. Mijn echte doel was natuurlijk Parijs 2024, omdat ik nog redelijk jong ben. Maar nu mijn niveau echt omhoog zou gaan en nu met dat rankingsysteem ik mogelijkheden zie, wordt Tokio ook wel echt een belangrijk doel. Foppe loopt wedstrijden over de hele wereld, maar keert altijd weer graag terug bij zijn trainingsmaatjes van Team Zevenheuvelen in Nijmegen. Zo wil ik het ook hebben, dat ik hier gewoon lekker mijn uitwasbaas heb. En voor specifieke trainingsstages kan ik altijd alleen weg en dan kom ik terug en dan kan ik gewoon meteen aansluiten. En dan heb ik altijd weer de juiste trainingspartners die ik nodig heb. Met alle talenten die trainen onder Joshua Mols, wordt Nijmegen steeds meer een atletiekstad. Ja, deze week is het even de wandelstad van Nederland natuurlijk met de Vierdaagse. Maar ja, het is gewoon een hele mooie stad om te lopen en ja, het bos begint hier meteen aan de baan en ja, het klopt hier gewoon allemaal qua training.